In 2007 nam BZN afscheid van zijn fans. Drummer Jack Veerman ging door en richtte de BZN Tribute Band Mon Amour op. In dit programma volgen we de band in de voorbereiding naar hun eerste grote optreden in Volendam. Welkom bij After All These Years. Koekoek! 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 Hier moet ik mee werken. Ik erg onprofessioneel, vind ik. Nou, hij doet nu net alsof hij echt heel serieus is. Ik ben altijd heel serieus met mijn vak bezig. Nee, maar als ik hem aankijk, dan zie ik al die blik en dan kom ik al niet meer goed. Nou, echt niet. Hey. Zijn jullie muziek? Ja. Are you still in love with me, my darling? Ja, hoor. I promise you, there's no one else but you. Er worden nu opnames gemaakt voor de cd. Hoe gaat het? Nou, het gaat heel goed. We hebben alle 12 liedjes, 13 dan, want we hebben één liedje helemaal instrumentaal. Dat is de afsluiter van het album. Maar we hebben alles, alle instrumentale banden zijn helemaal kant en klaar. Strijkers, alles is live ingespeeld. Dus elk instrument wat je ook hoort is echt gespeeld. Geen computers. Let's forgive and forget all the worries. Let's put sorrow aside and be. Nou, hier wordt wel ingezongen. En jullie werken met dezelfde mensen waar je met BZN ook mee gewerkt hebt. Ja, Hans Hollestelle is natuurlijk de huisarrangeur van BZN altijd geweest. Die heeft heel veel voor ons gedaan. En Pieter, ja, dat vond ik ook heel belangrijk dat hij bij dit project betrokken is. En dat komt omdat hij precies weet wat ik wil. Dat voelt hij precies aan. Dus we zijn geen vreemden voor elkaar en het werkt heel erg makkelijk en prettig. Zijn dit soort mensen heel erg bepalend voor de sound van een album? Ja, zeker weten. Let's forgive and forget all the troubles. Nou, ik ben personal manager van deze band. Dus ik zorg buiten het boeken om voor de rest van de werkzaamheden. En de muziek, ja, dat moet je natuurlijk aanspreken als Volendammer. Is het een voordeel dat dit in Volendam plaatsvindt? Zou dat in een andere plaats in Nederland ook kunnen? Nee. Dat uitzonderingen daar gelaten, maar een Volendammer die wil gewoon voor onder die 50% gaan. En als dat niet lukt, dan beginnen ze weer wat anders. Vandaar ook iedere keer die onder die 50%. Maar een buiten Volendam, daar hebben ze die insteek gewoon niet. Die gaan gewoon door. Wel, het is niet negatief bedoeld, maar die rommelen ook in zo'n beentje. Een Volendammer, als dat na 2 jaar niet lukt, dan zeggen ze, ja, bekijk het even lekker. En dat is gewoon, ze willen gewoon perfectie. En dat zie je ook met de resultaten. Want het is natuurlijk geen toeval dat Volendam, als je met de televisie aanzet, dan is Volendam op de televisie. Het maakt niet uit waarmee. Dan is het wel met de sponsoring van de voetbal, dan is het wel met de soap, dan is het wel met de visserij. Volendam komt altijd in het nieuws. En is dat altijd zo geweest? Ja, maar niet zo fanatiek als wat het nu is. Hoor. Nu is het wel een echte hype aan het worden, Volendam. Hey Pieter, jij bent al hoe lang technicus van BZN geweest? Nou, ik ben niet. Ik heb dingen met de BZN gedaan, maar de officiële technicus was altijd Jan-Fred Arendsen natuurlijk. Maar ik heb wel een aantal albums gedaan, ingezongen en dat soort dingen. Dat deden we altijd wel, zeker. Maar hoe lang al? Nou, vanaf 1976, toen ik bij Mike kwam. En wat vind je van de muziek op dit moment? Hartstikke leuk. Ja? Ja, zeker. Spreekt het jou aan, deze muziek? Absoluut. Ja, het is natuurlijk, dat komt ook uit mijn tijd een beetje, dit soort muziek. Ik bedoel. Je wordt een dagje ouder en dan moet je dus ook wel bij je muziek blijven die je leuk vindt. En dat lukt. Absoluut. Hey, en de talenten die in deze band zitten? Ja, het komt toch altijd weer uit Volendam natuurlijk. Hè? Ja, hoe vind je dat? Ja, uniek. Dat het überhaupt kan, het grootste gebeuren. Het blijft natuurlijk zigeuners, dat is waar. Dat weet je. Hey, het werken met Jack Veerman? Ja, dat is altijd wel heel gezellig. Ja, ik ken Jack natuurlijk ook al zo lang wat dat betreft. En, nou ja, hij kwam met het idee naar het ophouden van BZN. Hij wilde toch gewoon doorgaan. Ja, dan kom je toch, zie je toch in dezelfde bloedgroep eigenlijk. Kom je elkaar weer tegen.
Hey, Jan, jij bent bij Mon en Mour betrokken voor adviezen, voor de hulp van de zangpartijen. Hoe heb je dat ervaren? Nou, dat was absoluut heel erg leuk. Omdat het mensen zijn die getalenteerd zijn en die ook echt luisteren wat je zegt. Want ze kunnen dingen natuurlijk ook in de wind slaan op een gegeven moment. Dan denk je, ja, nu, ik weet het nu wel. Maar door wel tips te geven, als je zo lange ervaring hebt, dan merk je dat het gewoon wat beter wordt. En dat merken hun zelf ook. We hebben op een gegeven moment met een liedje van Johan, had zelf een tekst gemaakt. En dat was zijn eerste tekst. Nou, wij hebben meerdere teksten gemaakt, dus ik had wat bijwoorden eruit vandaan geskrapt. Ik zeg, ga hem eerst maar eens inzingen, gewoon zoals jij het zelf wil. Je hebt zelf die tekst gemaakt. En dan gaan we daarna wat woorden wegschrijven. En dan ga je dat doen. Dan ga je dat zingen. En dan merk je, en dat ik wilde het ook van hem zelf horen, dat het dan wat meer rust krijgt. En dan komt het gewoon beter over. Maar dat is gewoon ervaring. En dat zou doodzonde zijn als ik die niet gebruik bij deze talentvolle mensen. Het begin is nog een beetje onzuiver. Maar vet is de goede kant. Jullie hebben goed geoefend. Ja. Klinkt top. En even die hoge punten lekker neerleggen, weet je wel. Dan, rustig. Ja. Is het voor jou apart om een soort opvolger voor BZN te zien en te horen? Nee, vanaf het eerste moment vond ik het een top idee van Jack. En ik moet zeggen dat ik daar enorm veel werk aan gehad heb. Want aan alle kanten heeft het ook een beetje tegengezeten, moet ik eerlijk zeggen. Maar elke keer komt hij weer sterker terug. Zo zeggen ze dat dan, hè. En het is gewoon een prachtig album geworden. Ik vind best dat, al is er nou geen kritiek, dan moet je maar gewoon wat verzinnen. Nou, anders Linda hier een beetje, vind ik toch een beetje lullig, weet je. Positieve kritiek. Ja, ik had wel wat. Ja. Wat is precies jouw functie bij de opnames van Mon en Mour? Bij de opnames, ja, we zorgen voor de arrangementen natuurlijk ook. Dus dat alles goed in de vorm zit. En wat zijn de arrangementen? De instrumenten, welke instrumenten we gebruiken. En natuurlijk ook wat er meer naar voren moet komen, wat meer op de achtergrond moet blijven. De juiste verhouding eigenlijk binnen de instrumenten, dat is waar we aan werken. I want to hold on to those feelings. Believe me, I will love you till the end. Naast jouw werk als onderwijzer is dit natuurlijk eigenlijk ja, ook weer een soort professionele manier van met muziek omgaan. Absoluut. Ja, ja. Het is ook ontzettend fijn om dat erbij te doen. En het is ontzettend dankbaar ook. Want je weet gewoon dat het kant-en-klare product waar je nu aan sleutelt, dat staat reek gewoon op een cd. En dat krijg je de radio en zo. Dat is gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Heel dankbaar om te doen. Word je er trots van? Ja, best wel. Ja. Het is gewoon leuk als je jezelf hoort op de radio. Oh, je zit in de auto en hij komt voorbij. Hey, kijk eens, we hebben bijna gewerkt. Ja, believe me, I will love you till the end. Let's forgive and forget all the worries. Let's put sorrow aside and be true forever.